Een hartoperatie uitvoeren met behulp van een 3D zwevend hologram. Philips heeft ervoor gezorgd dat dat nu kan. Samen met het Israëlische bedrijf RealView worden de uitkomsten van een pilotonderzoek morgen gepresenteerd. Tot nu toe werden er vooral röntgenbeelden gebruikt voor en tijdens een operatie die op een tv-scherm worden getoond. Maar deze nieuwe techniek zorgt ervoor dat de arts het hart van zijn patiënt letterlijk voor zich kan zien. En de arts kan het niet alleen zien, maar ook ronddraaien en er bijvoorbeeld punten op markeren waar geopereerd moet worden. Volgens Philips heeft het live 3D hologram enorme potentie en kan het helpen om ingewikkelde behandelingen simpeler te maken.